Vandaag pak ik even twee dagen in één. Gisteren was ik niet in de stemming om een filmpje te maken. En zo'n beetje maar knorrig. Verder was het een hele leuke dag, want mijn dochter is geslaagd voor de VWO. Dus die is helemaal blij en wij ook. Ik werd vanochtend heel boos op mijn telefoon. Ik heb sinds een paar weken een nieuwe iPhone. De oude die was gewoon af. En dit is voor het eerst dat ik Face ID heb. Dus bij het aanschaffen van mijn telefoon vrij snel daarna zei mijn dochter ook, oh, dat moet je instellen. En dan registreert mijn telefoon allerlei hoeken van mijn gezicht. Slaat hij op, zodat hij mijn gezicht kan herkennen en weet, dit is Astrid, het is veilig, gooi het programmaatje maar open. Nou moest ik vanochtend wat geld overmaken. En via de bank-app moet dat, via de bank-app moet dat ook kunnen met die Face ID. Maar het werkte niet en het werkte niet en het werkte niet. En ik werd boos op mijn telefoon omdat hij mij niet herkende. Ik voelde me dus niet gezien. Ja, ik denk, ik ben toch ik. En het is veilig. Gooi die bank-app maar open. Tot ik erachter kwam dat er een stukje vuil op de lens zat. Dus de lens was niet vrij. Dus het fototoestel in mijn telefoon had een beperkte blik op mij en zag mij dus niet voor wie ik ben. Nou, hoe symbolisch. Ik denk, dit is precies waar ik in mijn leven mee bezig ben. En wat ik ook andere mensen leer. Breder te kijken, voorbij je beperkte blik, voorbij je beperkte visie. En dat geldt zowel naar jezelf. Je ziet jezelf niet voor vol aan. Er is een stukje van de lens die jou ziet, ja, buiten werking geschakeld of zo, of vertroebeld, of er zit een vuiltje op. Maar die lens die jou ziet, waarmee je naar jezelf kijkt, die ziet niet alleen jezelf niet volledig voor wie je bent, maar ziet ook de wereld en de anderen niet voor wie ze zijn. Beperkte visie. En wat levert dat op? Nou, dat gevoel wat ik dus vanochtend had. Ik word niet gezien en ik ben het toch echt. Boosheid, frustratie. Grrr. Dus als je daar dan op gaat zitten mediteren, en dat heb ik dus gedaan, dan blijkt dat in de kern eigenlijk het probleem van alles te zijn. Beperkte visie. Nou, dat is toch genoeg stof voor tenminste twee sessies, of niet dan? Morgen een nieuwe. Tot dan.